kijkers van Dutch Gamers Daily. Hier ben ik weer. Ja, zoals je ziet, Survival met Stefan. Maar hey, en, met Stefans perspectief. Hier zie je dus Ghost Creeper in plaats van dat je normaal X-Steve erboven ziet. Dit is vanuit mijn perspectief. Wacht even, ik zet het even iets groter, alle dingetjes, want die kunnen ze natuurlijk nooit zien. Hoe groot. Ja. Ja. Maar mensen, waar ik dus mee ga beginnen, ik ga de kippen vermoorden. Zo. Ik ga alle kipjes vermoorden. En wat ik ga doen, ik ga een speciale kippenfarm maken, zodat we bij de kippen automatisch eieren leggen voor ons en dat wij ze niet hoeven te op te pakken, waardoor ze ontsnappen. Ja, dat kunnen we doen inderdaad. Want wat wij nu heel de tijd als probleem hebben, dat de kippen door de deur heen gaan en dat ze gewoon het huis in gaan. Oh nee! En op een gegeven moment gaan ze dan naar beneden. En dan gaan ze, hoe heet dat? De farm kapot maken. Maar wees niet gevreesd, de kippen komen terug. Hoi. Zo. Hey. Hey joh. Even kijken, hoe moest dat ook weer precies? Je moest een 4x4 gat in de grond. Kiekeboe. Hallo. Ja. Kut, Stefan. Moet je straks Chris zien, dat is super mooi. Zo. Dag, Kip. Ja, oh. Dan moet ik even kijken. Ja, goed. Oh ja, ik heb build materials nodig. Dus wat cobblestone. Dan gaan we even kijken. Want als het moest water uit een hoek komen. Oh. Dus gaan we weer even. Zo. Gaan we deze even opvullen en dan denk ik dat ik hier dat gat moet maken. Zo, die gaat dan naar beneden. Oké. Okay. Ik ga even omhoog vliegen, dat hebben jullie niet gezien. Je keek weg. Hey, een boog. Heb jij gedaan? Oh. Doei. Dat is het. Nou, de kip is vanzelf naar buiten gelopen door de piston door. Ja, trouwens, op mijn Spooky Fits, Sander bij Spooky 169, krijg ik heel veel comments dat ik heel vaak dat doe. Maar dat is gewoon een beetje standaard bij mij. Als ik van plan ben iets te doen, dan zit ik in mijn hoofd alvast voor te bereiden wat ik daar ga. Wat, als ik daarheen loop, wat ik dan moet doen. Oftewel, dan ga ik heel het. Denk hoor. Ja, dus sorry als het heel vervelend is. Ik zal proberen minder te doen, maar het is gewoon ja, heel erg. Ja, dat. Wat heb ik allemaal voor troep bij me? Hey, die is beter. Even kijken, want hier zo 3, 1, 2, 3, dan moet deze. Oh ja, dat moest in de gastrolling. Zo. Nagelzwaardje. Zat ook nog een boog in altijd. Het wordt alweer donker, dus ik moet even snel zijn. Nee, ik hoor dat geluid van dungeon. Ja, het wordt ook al donker, dus. Oh, vandaar. Goed. Die had ik nog. Nou, dit heb ik dus ook op mijn eigen server een keer gedaan. Ja. En op een gegeven moment gaan die. Het duurt wel eventjes voordat ze beginnen met eieren leggen. Maar zodra ze dan beginnen, krijg je echt heel snel heel veel eieren. En daar gaat het eigenlijk een beetje om. Ja, dat klopt. Alleen zul je niet zoveel aan de eieren hebben. Ja, je kan er cakes van gaan maken en je hele huis rondspammen met cake. Maar
En het gaat er ons om hoeveel kippen we hebben. Precies. Zo. En zo. Nou, dan gaan de kippen dus automatisch hierboven hangen. Ze gaan niet naar beneden hier. Oh. Even boven het water. Even het huis in. Huh. Wacht op mij, wacht op mij. Gaan we even kijken. Dan gaan we hier die trap doen. Denk ik. Want we hoeven die kamer niet meer in voor de rest. Dus zou jij even glas willen pakken? Twee ergens vandaan. Glas, 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 glas. Oh. Twee glas? Ja, zoiets. Ja, er liggen drie in de chest. Oké, okay, zo is het goed. En twee signs of zo. Als je dat hebt. Die kan ik maken. Nee, vier signs moet het zijn. Is ook nooit goed, hè? Nee. Die. Vier. Ja, laat maar. Maar zoals ik jullie ook in de vorige fit verteld heb, er komt een adventure map aan van ons. We zijn al een heel stuk. Je moet er natuurlijk niet veel te veel van verwachten. Het blijft natuurlijk onze allereerste adventure map die we maken. Boe. Dus als jullie het niet leuk vinden, dan moet je hem gewoon uitzetten en niet verder gaan. Boe, geld terug. Nou, ze betalen er niks voor. Hè? Nou, je betaalt internet. Elektriciteit. Ja. Maar dan betaal je ook om naar onze video's te kijken. Chips. Drinken. Goed. Wat kan ik er dus doen? Kan ik even beneden kijken? Wee. Oh, ja. Wow, ik kreeg weer vier kippen uit één ei. Ja, ben ik net beneden. Maar hoe moet ik hieruit? Nou, ik ga wel gewoon via de weg waar de kippen juist niet heen gaan. What the fuck? Ja, nou vlieg ik wel weer even omhoog. Oh, want er zijn geen ladders. Zo. Even kijken, hebben we nog ladders? Ja. Nou, ik zit er ook aan te denken, Steve. Zullen wij ons huis nog een keer gaan veranderen? We gaan beneden toch iets moois maken. Ja, kan ook. Dat we gewoon. Maar want dit bovenhuis is echt gewoon, ja. Lelijk. Maar ja, zoals je dus weet, zit hier een hele grote ruimte onder. Pleur op. Nou, sorry, ik ga. Oh, nee, nee, nee. Ik wil weer graag een bereik naar ver doen, maar dat zit hier met die klote. Stefan, heb jij dat ook, dat als jij loopt in een, ja, gewoon hier in deze grot, dat als je eerst zie je gewoon de andere kant van de kamer, maar wanneer je begint te lopen, wordt het steeds donkerder. Ja, klopt. Ik had ook geprobeerd weer graag een bereik naar ver te doen, maar dat heb allemaal geen nut. Nou, het is echt vaag. Als je helemaal aan het begin gaat staan, zie je gewoon heel de grot. Ja, omdat je boven dan licht hebt, boven je kop. Het licht van buiten, buitenlicht, dan zie je gewoon alles. Meen je dat? Komt dat daardoor? Ik denk het wel. Ga even kijken in mijn video settings of ik het. Want ja, nu komen we weer in de buurt van het buitenlicht en je ziet gewoon alles. Ja. Dus ik vind het nogal raar, maar. Het zal wel. Spullen hebben we hier allemaal nog in gedaan. Een aantal spullen. Ik kan nog wat. Ik kijk ze. Is dit ook klaar? Ja,
Ja, je bent wel slim door dat ding te harvesten. De wheat farm, maar je hebt niks teruggeplant. Nee, klopt, dat was ik vergeten. Maar sowieso is die ook gefaald. Ja, klopt, die water stroomde niet zoals we het zouden willen. Nou ja, we zien wel. Oh ja, ik ga wel even de sugarcane harvesten. Maar eigenlijk is het best jammer. Dat? Dat je dan aan de andere kant van de kamer niks ziet vanwege geen daglicht. Ja, dan moeten we het echt heel licht maken over. Nou, dat heb ik eigenlijk ook niet veel nut. Ik weet niet. Aan het plafond moet dan ook licht komen. Als aan het plafond ook licht is, dan maakt het niet uit. Meen je dit? Dan zouden we glowstone moeten gaan. Oh, hier hebben we wel wat glowstone dust. Kunnen we het natuurlijk altijd proberen. Even kijken of dat uit. Nou ja, als dat dan overal gedaan moet worden. Dan ga ik gewoon door de grot en rennen met glowstone en dan kijk ik wel of het werkt. Hebben we hier. Oh, wacht. Maakt niet uit. Zo. 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 Glowstone. Maakt niet zozeer uit. Nee, het werkt dus niet? Niet echt, nee. Nee. Oké, ik word geïnvited op League of Legends. Ja, ik heb het maar uitgezet hoor, want anders hoor je dat ook de hele tijd. En wat nou als ik gewoon eens een heel groot gat naar beneden, naar boven ga graven? Of overal gaten vanaf boven met licht. Maar ja, dan heb je ook weer kans dat je naar beneden dondert. Pas. Maar het is ook een tijdje niet geweest. Dan moet je gewoon bovenaan de grond gewoon glas doen. Ja, dat is wel fucking veel werk, jongen. Nee, maar niet overal, maar gewoon af en toe een gaatje. Ik zal kijken of het werkt. Misschien dat dan één ding naar beneden al genoeg is. Zeg even precieze coördinaten voor jou zo, oké? Ja, zo. Ga ik daar boven staan en dan graaf ik dan naar beneden. Hopen dat er geen lava zit. Geen idee. Ik ga daar wel even voor spieken voordat ik naar beneden ga. Is goed hoor. Oh, het is donker. Nee. Geef jouw coördinaten, exact. Wat is het? X34 en dan. 34, ja. En dan? I273. En dan Z? Oh, ik bedoel Z273. C73, dat is die kant helemaal op. Ja, I boeit niet. 273 zei jij? Ja, zoiets. Ja, ik zie jouw naam. Heel veel spieken. Nee, er zit geen lava. Nou, dan ga ik gewoon nu naar beneden graven. Wat is er? Er zit een creeper achter me aan. Niet ontploffen. Nee. Ik ben er bijna. Ik ben er. Ja, kijk. Zie je? Ja, maar nu, als je dan verder loopt, niet meer. Nee, daar moet je hier dan ook weer eentje en dan verderop weer eentje. Ja, rot op. Ja, het is de enigste manier. Ja, of een paar niveaus omhoog. Maar dan moeten we nog meer uit gaan hakken. En, ja, ik heb er genoeg gehakt. Ja, daarom. Even kijken. Ah, ga jij maar lekker verder mijnen. Ik ga wel even een heel nieuw huis bouwen. Maar als jullie nog ideeën hebben en zo, altijd laten weten natuurlijk.
geen ideeën krijgen, hebben we natuurlijk ook minder ideeën om zelf te doen in de game. Oh. En dan wordt het misschien saaier. Dus... Oh, nee! Viel weer naar beneden bijna. Maar mensen kunnen natuurlijk niet zien wat ik doe. Nee. Alleen wat Stefan doet. Oeh, spannend. Misbruik maken, nee, grapje. Ja, ik druk erop. Oh, wat doe ik nou? Je faalt. Nee, want mijn naam is Dylan. Ik zei je faalt. Ja, daarom ook. Nee, want mijn naam is Dylan. Daarom juist. Wat de die. Waar zijn mijn wolfjes eigenlijk? Dood. Alweer? Op de domme. Die gaan ook vaak dood. Opgegeten. Had je weer honger, Stefan? Sst. Had je weer honger, Stefan? Yup. En dan eet je mijn wolfje op. Lekker hoor. Homo? Nee, wolfje. Hebben wij nog zand? Volgens mij niet, hè? Ik kan zand zoeken. Ik ga meedoen. Poing. Poing. Zand gevonden. Ja. Heb ik nog scheppen? Wauw, niet veel. Hier hebben we de vorige keer ook zand vandaan gehaald. Ja, maar ik ga een nieuwe plek met zand zoeken. Ga jij maar zoeken naar een desert buyer. Oeh. Dan heb je genoeg zand. Dan ga ik ondertussen het huis maken. En als je dan terugkomt, dan staat er een nieuw huis. Oh, help. En dan hebben de kijkers nog niks gezien van hoe ik hem heb gebouwd. Oh, sorry, sorry. Ah, oh, kippie. Dat weet toch wel. Oh. Hier zo. Hoeveel zand heb ik al? Oh, 1 stack en 10. Nou, zoals je ziet hebben we hier... Oh nee, kan niet. Ze zien niks vanaf mij. Verdomme! Vergeet dat altijd. Fucking vaag. Huh. Hehe. Maar even kijken hoe we dat dan gaan doen. Ik denk dat ik dit huis ga slopen dan, straks. En dat ik dan alleen die kippenfarm dicht maak. Dat de kippenfarm wel blijft. Maar dat dit huis gewoon weggaat. Ja, het nieuwe huis komt wel boven en het gat hieronder. Ja? Ja, waarvoor hebben we het gat anders gemaakt? Ja, we kunnen het ook een schuurtje omheen bouwen. Dat we wel met ons huis dichtbij blijven, maar dat we hier gewoon een schuurtje omheen bouwen. Ja, kan. Ja, kan ook gewoon dit het schuurtje zijn. Het ziet er zo lelijk uit. Dan maak je het mooi. Nou, we zien wel. Sowieso gaat Stefan nu ergens anders heen. La 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 la. La. Waar ben je nou heen gelopen? Geen idee. Oké. Okay. Ik ook niet namelijk, ik zie je niet meer. Beetje gay walking. La, 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 la. Hebben wij nog diamonds? Nee hè? Nee. Ja, het is allemaal ingenomen. Oh. Dan ga ik even iron shuffles maken, 2. Hier is ook zand, maar ik zoek desert. Desert.
Ja, hij is ook desert. Toetje. Ja. Dus een toetje. Doe nou op, hij is weer hongerig. Oké. Nom nom nom. Nom nom nom. Yo. Yo. Ja. Wat? Alles goed? Ja. Oké. Okay. Wie praat je? Varken. Oh. Hij keek me aan. En toen ik zei alles goed, ging hij knikken. Oké, okay, ik ga jou voort dan de varkensfluisteraar noemen. Maar dat gebeurde met die kippen net ook. Fuck. Er ging met een kip voor mijn neus staan, rondjes staan te draaien. Die varken net ook. Wat de fuck is dat met die beest in deze survival? Die zijn allemaal helemaal getikt of zo. Hey jungle. Alleen wat ik heb met de kip gedaan is. Dat willen we niet weten. Tok, dood. Oh. Hier is wel een hoop zand, maar dit is geen desert. Er staat hier een creeper. Creeper, 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 creeper. Toch? Nee, dit is gewoon beach. Bam! Ik heb een creeper vermoord. Ik heb nog niks gebouwd. Ik ben nog steeds bezig met bouwen. Ik ben zeg maar altijd een hele ruimte aan het vrij schoffelen. Every day I'm schoffeling. Oh. Yar. Hardibidi. Being a pirate. Ja, ik vaar op een boot. Huh? Heb je een boot gemaakt? Ja. Yeehaw. We zijn waarschijnlijk weer vaker van plan om Survival met Stefan überhaupt op te gaan nemen. Yep. Want ja, we hebben het is net de laatste tijd erg weinig geweest. Ja, ja, dat is ook zo. Jullie weten de reden dus wel, dat ga ik niet allemaal nog een keer herhalen. Maar ja, dus nu hebben we weer gewoon meer tijd om het te doen. Jongen, boot uit elkaar geflikkerd. Kom ik op een. Oh, dit leek op een eilandje, maar dat is niet zo. Ik heb geen hakbel meer. Ik wel. Yeehaw! Yeehaw! Zo. Ik heb alvast het laagste stuk van het huis heb ik gemaakt. What the fuck? Nee, het wordt donker. We mogen TPS, Steve. Steve, wanneer ik je moet TP'en, moet je het zeggen. Nee, je gaat nu een bed neerzetten. Heb je ook een bed bij je? Tuurlijk. Oké, dan ga ik even naar het huis. Ik ben voorbereid. Oké. Lig je al? Nee. Ik wel. Ha! Nom 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 nom.
nou is goed zo. Laat maar. Ik wil zeggen, ga nou eens liggen, maar. En ik loop natuurlijk weer gewoon door plains, gewoon normaal land. Zo. Op de server, als je twee keer je reet omdraait, zit je in een desert. Ja, klopt. En dan struik je twee keer over een steen, dan ben je in een jungle. Dan rol je van de berg af, zit je in de snow. Nou ja. Hier duurt het even wat langer. Oh, oh. Veel langer. Nu is een moslimberg, alleen maar varkens. Stefan. No racism. Nee, is een cultuur toch, varkentjes? Juist geen varkens. Nee. Dit is voor de Hindoes, heilige koe. Heilig koeienvlees, kijk. Nou, dan hou dit stukje even zwemmen. Of even ben van huis af. Oh. X op 850. Dan ben je een aardig stukje weg al. En Z op 700. En nog steeds geen desert. Jammer nou. Rustig een huisje aan het maken. Hoe heet dat? We moeten echt oppassen met die creepers, jongen. Overal zitten hier gaten bij. Ja, klopt. Hier staan explosies nog aan. Ja, ik wil het best uit gaan zetten, maar. Nee. Hoort bij survival, creepers. Ja, precies. Overal strandjes en dingetjes, maar geen bio. Eilandje, denk ik. Zo. Weet je? Nou ja, nee, ik ga een desert bij hem zoeken. Shit, kun je sandstone weer in zand veranderen? Nee, hè? Weet ik niet. Nom, nom, nom. Zo. And we're off. Dus je hebt nog steeds geen desert bij hem? Nee. Ik weet waar er een zit. Ik zoek je zelf in. Follow the sun. Jungle. Oh, oh, oh. Jungles zijn kut.
een kut liever niet met een jungle. Oh. Echt jongen. Blijf hier. Mijn boot gaat er vandoor. En jij zit er niet in? Ik wil er afstappen en die boot daarna weer pakken. Nou, dan stap ik hier af. Twee koeien die lekker aan elkaar zitten. Gaat mijn boot weer? Ja, rot dan maar op. Ik, Stefan, heb je de ronddraaiende koe-video gezien? Volgens mij niet. Echt jongen, ik kon mijn lach niet meer inhouden daar. Ik begon de video gewoon lachend. We waren een beetje aan het trollen op Minecraft en toen, ja. Oh. Klei. Het is donker en nat. En al een heel stuk op weg met het huis. Ik zit hier in een plek, het is donker en nat. Donker en nat. Nee, ik zwem in de oceaan. Onder water. De oceaan ligt ook heel veel zand. Ja, maar ik zoek een baaien. Stefan is nu inmiddels al ongeveer 10 minuten op zoek ernaar. Lange dus aflevering, maar goed, we zoeken erbij. Misschien dat ik volgende aflevering dan ook wel opneem. Dat ik gewoon voor nu zoeken we erbij op en de volgende keer gaan we wat zand halen en dan ga ik terug. Volgens mij is dat gewoon een beach. Anders had ik het niet al gevonden. Volgens mij is het gewoon een grote beach. Oh nee. Het heet Desert. Hé, hey, kijk eens. Ja, heb je er een? Victory. Ja, dus. Ja. Stefan heeft zijn desert bij hem. Oh, jizz in the pants. Stefan. Die informatie hoeft niemand. Wow. En ik ga beginnen met hakken. Nou ja, schoffelen. Eigenlijk zou dit het einde moeten zijn, maar goed. Toch niet. Zo. Hoe ver ben je met je huisje? Ik ben 3 blokjes hoog en ik ga nu een furnace maken voor de ramen. Oké. Okay. Ik ben nog helemaal niet ver hoor. Maar het wordt lekker een lange aflevering mensen. Ja, even kies weer een lange. Ja, ik kan ook weer een keer. Ja, het is nou uit mijn perspectief, dus het moet een beetje aan mij aanpassen, dus doe even een lange aflevering. Ja. En als jullie denken van, hey, we willen toch liever uit Deren's perspectief, wat eigenlijk geen drol uitmaakt, moet ik gewoon zeggen. Ja, we houden het nu gewoon even spannend voor dat huisje. Dan misschien ook dat ik volgende keer ook opneem en dat het dan van, dit is het huisje. Dat ik dan weer, ja. Hallo Dylan. Ik denk niet dat ik het helemaal terug ga lopen. Ik zit op X1800. Wow. Ja, we hebben een stukje afgegaan. Hè. Het is niet niks. Ik heb weer eieren gekregen. Die kippers beginnen nu eindelijk met eieren leggen.
Ik heb nu zo'n beetje eigenlijk een hele platform gemaakt. En er is weer een kipje bij. Zo, nou moet ik alleen eventjes eigen schoffel weer maken. Shuffle, schoffel. Schoffel klinkt leuker, maar het is shovel. Shovel, wat is het? Steve, jij weet dat. IJzeren schep. Het is een ijzeren schep. Het begint weer donker te worden, Steve. Ja, wat denk je dat ik aan het doen ben? Een bed aan het pakken om mee te gaan slapen. Een huisjes maken, een klein soort onderdakje. Nou, zeg maar wanneer je klaar bent, dan ga ik ook liggen. Ik lig al. Beetje donker, maar goed, hup. Slapen doe ik ook in donker. Ja. En hoppakee. Joepie. Dan ga ik dus weer wat meer zand halen. Ja, ik heb nou zand. Ja, ik ook. Genoeg zand hier. Ja, ik hoef maar iets van 20 zand te hebben in principe, want ik, ja, tenzij ik met sandstone gaan werken, maar ik hoef alleen de ramen nog maar te maken dus. Jammer dat 1.3 nog niet uit is, anders kon ik zo'n tempel vinden. Ja, klopt. Zo, ik heb een stack zand. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5. Maar de desert is nog niet uitgehakt, dus ik ben nog even bezig. Even deze shovel. Ja, ik vind het nu wel best. Ga ik nog iets in de desert doorzoeken? Zandstormen overleven. Zandstormen. Vechten tegen. Ja. Laat zitten. Ik begon aan Mario te denken. Heb je ook van die zandlevels en daar zijn van die gekke beesten? Ja, klopt. Ja, heel groot is de biome niet. Of toch, nou ja. Hier zie ik allemaal bomen. En wat is dit voor? Oeh. Een oase. Dit is waarschijnlijk nep. Oh, toch niet. En daar houdt het ook op. En ik zie een kip en ik zie een jungleboom. Een kip. Nee, die kip zijn niet eens wat. Ik gaf hem ook niet de kans, maar. Kut, Stefan. Dierenbul. Ik heb hem niet doodgemaakt, ik liep er gewoon netjes langs. Mm-hmm. Kip, waar ben je? Ik slag ze namelijk wel altijd gewoon af. Het zijn er zelfs twee. Oh, nee. Oh, drie. Ja, die kan erin dood. We gaan geen trio's doen, hè, hier zo. Zo. Hey, Kip. Afmaken. Zo. Black sheep.
cactus. Oh. Stefan, ben je nou echt die cactus aan het knuffelen? dat was ik aan het doen, ja. Oh, oh, oh. Je bent dood gegaan. To the top of the mountain. Doe het even. Wat ben je nou weer aan het doen? Bovenop de berg aan het klimmen. Yes. Boogie. Zoals het hoort, bovenop de berg, vlag. Ja, vlag gemaakt. Nee, ik heb een sign gemaakt en daarop heb ik getypt, vlag. Ziet er wel mooi uit. Ik gooi dus zojuist een sneeuwbal. Water! Ik heb geen sneeuwbal. Wel, eentje had ik net weggegooid. Goed, op zich wel een grappige plek hier zo. Mist alleen de snowbiome natuurlijk. Yo, stil bij ons. We gaan zoeken. En we lopen door. Nee, ga je nu echt naar de snow bij hem zoeken? Nee. Hè? Huh? Nou. Al mijn scheppen zijn bijna op. Ik kan altijd een nieuwe maken, maar goed. Ik ga weer verder lopen. Waarschijnlijk TP ik toch weer terug, want ik ga niet helemaal terug lopen. Jawel, het gewoon teruglopen. Ik heb ook geen obsidian bij me, dus ik kan ook niet via de nether teruglopen, wat sneller gaat. Ik stel wat obsidian op, even postzegel erop en het komt eraan. Ja, komt de postbode langs. In Minecraft. Kan gewoon. Is een postduif. Roekoe, roekoe. Kan gewoon. Nou, wie weet. Wow. Zo. Oké. Je mobiel trilde. Laat maar zitten. Hè? Ja, nee, niks. Oké. Als je laat maar zitten, hoorde je dat mij? Ja. Hun weten wat ik bedoel. Waarom hun wel en ik niet? Stefan? Wat? Wat doe je? Ik loop en ik heb honger. En waarom weten hun wel wat je bedoelt en ik niet? Een bruine schaap heb jij in de modder gerold. Je bent vergeten je kont af te vegen. Kut Stefan. Nu zit hij tegen me op te beuken. Nee, daar heb ik geen zin in.
doe het niet met dieren. Velwaar. Ik weet niet wat jij doet, maar ik doe niks met dieren. Ik ook niet. Je zijn het wel waar. Nee, over jezelf. Ja, over jezelf. Nee, over jou. Ja, jou. Nou, ja, hou je kop. Ik zeg precies hetzelfde. Ik zeg precies wat jij zegt. En dan is het ineens weer niet goed. Nee. Nog meer. What the fuck is dat voor gedurpt geval? Ben ik nog aan het opnemen? Ja, gelukkig. Waar zou ik het dak van maken? Lucht. Nou, dan hebben we geen dak. Ik wil een dak van lucht. Climbing the mountains. Nee. Het wordt donker. Jongens, het wordt donker. Stefan heeft panic attack. Ik lig. Oh, moet ik ook even doen. 360? Ja, dat zien ze toch niet. Nee, maar ik deed wel 360. Ik lig ook. Ik sprong in bed, weet je wel. Ik sprong en toen drukte ik rechter muisknop. Als je op het bed springt, dan... Nou, heel leuk. Dat vindt de bedrock niet leuk. Ik denk dat je dan zoals bedrock kapot maakt. Ik ben hoog. Ik ben op laag 116. Wat doe je nou op 116? Ik klom een berg. Oh. Oh, verkeerde kant. Steven de bergenklimmer. Haha. Domme. Dat is ook nooit goed, hè? Nee. Waar kom ik nou vandaan? We gaan die kant op. Het is dat ik armen aan heb. Veel schapen hier. Die schapen kunnen ook klimmen. Wat ben ik weer? Verkeerde kant op gelopen. Heb ik het weer, snowbiome. En WhatsApp bericht, afbeelding. Poepoe, dat dak maken duurt lang. Is nou onweer buiten? Ja, het is hier ook heel donker, dus. Dat zou maar kunnen. Maar zullen wij anders deze aflevering afsluiten?
Ja, de snowbiome zoeken, dat En dan gaan we snel verder. doe ik denk de volgende aflevering. Die we misschien meteen opnemen of we verwachten. Doe maar meteen. Nou, die nemen we dan meteen op. Dan ga ik weer verder zoeken met de snowbiome. Dat zullen jullie dan volgende aflevering zien. Nou, als jullie dus een reactie sturen op deze aflevering, zullen we die natuurlijk lezen. Maar Maar dat zul je dan niet terugzien in de volgende aflevering. aangezien we die nu gelijk op gaan nemen. Dus een reactie sturen altijd. Die beantwoorden we dan ook wel als nodig is. Ja. En dan tot de volgende aflevering, wat dan ook wel snel hierna zal komen. Denk ik toch wel. Ja. Want ja, misschien een dag ertussen, misschien twee. Tot de volgende keer. Later.